Hallo lieve kijkers, ik heb heel mooi en geweldig nieuws dat ik graag met jullie als kijker wil delen. Jullie weten dat ik de afgelopen 3 jaar mij volledig heb ingezet tijdens mijn opleiding tot audiovisueel specialist. Het waren pittige jaren met veel positieve energie en ook negatieve kanten. De positieve kanten hebben uiteraard de overhand gehad, omdat ik altijd heb gedacht in mogelijkheden. Men dacht dat ik het niet zou gaan redden, dat ik met zeer diplomaten de opleiding zou verlaten. Die gedachte wilde ik heel graag ontkrachten en ging met 300% ervoor, in plaats van de 100%. Ik was er zo op gebrand om het tegendeel te bewijzen. Een aantal mensen stonden echt versteld van mijn doorzettingsvermogen. Als we kijken naar het aanwezigheidspercentage, dan ligt deze op 85% van de gehele studieperiode van 3 jaar. De resultaten van de opdrachten lag veelal boven de 7. De examens leken een probleem te gaan worden als we naar de eisen gingen kijken. Samen met een team van school, Camon, Wales en de RBG-campagne hebben we de grenzen binnen de eisen opgezocht en waar mogelijk iets opgerekt. Hierdoor kon ik toch aan alle eisen voldoen en ze volledig te kunnen examineren. Het klinkt een beetje alsof je een delirium hebt. Oh. Ja. Ja. Ja, je bent een beetje over gekke dingen aan het praten waar Nederlanders het nooit over hebben. Het weer en zo. Ja. Het laatste jaar zit er dan nu echt op en mag ik jullie nu met volledig trots gaan mededelen? Jelle wordt gebeld. Audiovisueel specialist mag noemen. Ik ben geslaagd. Mijn doel heb ik dus overtroffen en ik ben echt zo ontzettend blij. Iedereen die mij heeft gesteund, heel erg bedankt. Zonder jullie steun had ik het niet gekund. Hey! Ik ga nu een feestje bouwen en het vieren dat ik echt student af ben. Daarom ga ik nu de vlog beëindigen. Yeah.